Het balbezit is voor Excelsior Maassluis dat midweeks de streekderby in de KNVB-beker tegen derde divisionist Westlandia won. GVV ging eervol onderuit tegen eredivisionist Sparta op eigen veld met 0-2. In de competitie moeten de punten komen, want de Veenendaalers staan op 1. En daarmee stijf onderaan. De nieuwe trainer, Gerry Vink, trainde vrijwel dagelijks met zijn elftal. En dat moet zich dan uitbetalen tegen Excelsior Maassluis. En dat doet het hier bijna. Maar Patrick kan net niet voldoende bij die voorzet van Jordi Bitter. Excelsior Maassluis met Daan Blij op de bank. Met hier Wennekers. Die vindt El Baat. Daar Fonseca. Krijgt hem terug van Van den Berg. En dan blijft de bal hangen en is Wennekers alert en is dit een klutsgoal. Maar die tellen ook. En mag GVVV weer een slokje nemen uit de gifbeker. Alle goede bedoelingen ten spijt. Bitter. Bal voorbij en dan schiet Huisman de bal tegen Bitter aan. Symptomatisch zou je zeggen voor GVVV dit seizoen. Ja, ben je nog te redden wat betreft de strijd tegen degradatie? Als je 1 punt hebt uit 9 wedstrijden. Teunissen mag de vrije trap nemen. Dat is een aardige, maar de redding van Leeuwen mag er ook zijn. Steven Teunissen, ja, je zou er ook af en toe mismoedig van worden. Grotenbrecht en Potjes, het verdedigingscentrum. Jonathan Richard onder de nieuwe trainer Gerry Vink, die daarachter voor zijn dugout staat. Op de bank. Adnane, dat schot mist Venijn. Het schot van de aanvoerder van GVVV. Teunissen dan weer met een vrije trap. We zitten inmiddels, maar dat hadden we al gezien in de tweede helft. Geen gevaar voor het doel van de ervaren doelman Jan-Paul van Leeuwen van Excelsior Maassluis. Tot aan een aardig seizoen bezig is. Hoeft niet naar beneden te kijken, kan niet naar boven kijken. Gewoon middenmoot, niks aan de hand. Ouali, Van den Berg, hoek is moeilijk. Van Willigen, nog altijd de vervanger voor de geblesseerde eerste doelman Johan Jansen, redt. En GVVV, ja, het voetbalt best aardig. Het krijgt ook wel wat kansen. Het voetbalt beter dan in het begin van het seizoen, maar het blijft... Het euvel blijft het maken van doelpunten. 4 stuks in 9 wedstrijden. Misschien hier ten tijde. Nee, schot geblokt door Ringeling. En dan Kelvin van der Haar. Melvin van der Haar. Jongeling uit eigen jeugd. Ook niet voor GVVV. Van den Berg. Ouali. Als Excelsior weer aanvalt. Gaat Nijmi onderuit. Wennekers. Langdurige aanval van Excelsior. Slim balletje van Vincent van den Berg. En Wennekers, de maker van de 1-0. Had terug kunnen leggen. Gaat voor eigen succes. En dat levert geen succes op. Ouali. Op de ingevallen Heuvelman. Van den Berg. Dit is een aardige actie van Van den Berg. Stiftje gepakt door Van Willigen. En dan is daar de genadestoot van weer Bram Wennekers. Niet een beetje, maar helemaal moet de gifbeker leeg voor GVVV. Er moest gewonnen worden, werd van tevoren gezegd. Maar deze Gerry Vink wint zijn eerste competitiewedstrijd bij GVVV niet. Excelsior Maassluis wint in Veenendaal met 2-0.